Gisteren werd hier nog 30 verschillende smaken ijs verkocht. Nu, na 2 dagen slopen en timmeren, is het kleine ijskuipje op de Heilige Weg omgetoverd tot een heus pepernotenparadijs. Al ons ijs is weg uit de winkel, de vitrines, alles is in de opslag. En we hebben eigenlijk binnen 24 uur de hele winkel om moeten bouwen. Dus er is een nieuw logo van Delft Pepernoten. We gaan voor 2 maanden dus alleen in plaats van ijs pepernoten verkopen. Wat het geheim is van de pepernoot is dat alles ambachtelijk gemaakt is van Delft en al sinds 1880. En dat het natuurlijk een heel typisch Nederlands product is. En omdat wij hier natuurlijk ook in een beetje een toeristengebied zitten, is het natuurlijk ontzettend leuk om de toerist en de mensen die hier gewoon in Amsterdam of Nederlandse toerist iets typisch Hollands aan te kunnen bieden. De vestiging op de Heiligeweg is niet de eerste pepernotenfabriek van Amsterdam. De wereldprimeur was voor de Van Woostraat. Zij verkopen al enkele weken met veel succes talloze soorten en maten pepernoten. Ik denk dat de kracht is dat het een seizoensproduct is. Dus het is een bepaalde tijd van het jaar echt goed verkrijgbaar. En er zit veel gezelligheid omheen. Mensen kennen een pepernoot echt van kinds af aan met feest en cadeautjes. Dus ja, bij een pepernoot hebben ze gelijk een heel gezellig en lekker gevoel. Na Sinterklaas kunnen de mensen nog een beetje afkicken en dan is het seizoen weer voorbij.